Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate, een historieupdate van vandaag, 30 november 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag deel 22 van de historie van onze hobby. We gaan verder over Heathkit. Vandaag is in de SSTV-afbeelding een afbeelding die eigenlijk gisteren uitgezonden zou worden. Het vliegtuig, de Heath Parasol, dat in kitvorm bij het luchtvaartbedrijf van Edward Heath van voor de oorlog zo populair was. Inmiddels staan er trouwens 10 delen van de historie van onze hobby apart online. De nieuwste afleveringen worden direct geplaatst en de achterstand die er nu nog is, die zal hopelijk snel worden ingelopen. Dit is deel 22 van de historie van onze hobby. Er was absoluut geen kennis van elektronica nodig om een Heathkit bouwpakket te bouwen. Het was ook niet zo dat je nou direct zoveel over elektronica leerde door zo'n bouwpakket te maken. Veel eer zorgde het wel voor het einde van een soort ongeletterdheid op het gebied van de elektronica. Mensen kregen door het bouwen een begrip van de complexiteit van dit soort apparaten, een kennis die je tegenwoordig niet zo vaak meer aantreft. Zo leerden mensen hoe ze de aansluitingen op een elektronenbuis konden herkennen en hoe deze genummerd waren, en verder hoe ze de kleurcode op bijvoorbeeld een weerstand moesten lezen. Daarnaast leerden ze wel hoe de verschillende elektronica onderdelen als condensatoren, transformatoren, buizen en weerstanden eruit zagen, en ze werden ook wel degelijk gemotiveerd om uit te zoeken waar deze componenten precies voor dienden. Voor die bouwers die vooraf al wat meer van elektronica wisten of die in de toekomst wilden leren om dit soort apparatuur te repareren, bevatten de bouwhandleidingen helemaal achteraan een gedetailleerd hoofdstuk theorie van de werking, waarin stap voor stap werd uitgelegd hoe de schakelingen in het bouwproject functioneerden. Heath onderhield ook banden met elektronica opleidingsinstituten en leverde elektronica bouwpakketten om deze als onderdeel van dit soort opleidingen te bouwen, waarbij scholen in zo'n geval hun lesmateriaal rondom de bouwkits opbouwden. De bouwpakketten zorgen ook voor een dieper begrip van de materie. Steve Jobs bijvoorbeeld vertelde ooit dat de bouwpakketten van Heathkit hem het inzicht verschaften dat producten manifestaties van de menselijke vindingrijkheid zijn, veel eerder dan magische objecten die zomaar uit de lucht komen vallen. Volgens Jobs verschafte het bouwen van een bouwpakket als deze een hoge mate van zelfvertrouwen en dat door iemand door onderzoek en een leerproces schijnbaar ingewikkelde zaken in iemands omgeving kunnen worden begrepen. Heathkit was gedurende zijn bestaan niet de enige. Er kwamen diverse concurrenten op die een graantje van het bedrijf uit Michigan wilden meepikken. Allied Electronics uit Fort Worth bijvoorbeeld in Texas, dat nog steeds bestaat, was zo'n bedrijf. Lafayette Radio Electronics uit de staat New York bracht ook meerdere bouwpakketten uit. Lafayette, dat niet meer bestaat, is ook bekend van 27MC apparatuur, maar het maakte ook amateurapparaten. Verder bracht het bekende Radio Shack een reeks bouwpakketten uit onder de naam Archer Kits. Het bedrijf Dyneco, dat ook niet meer bestaat, verkocht vanaf 1955 bouwpakketten voor high-end audioapparatuur die ook met Heathkit concurreerden. In Nederland nauwelijks bekende bedrijven met kits uit die tijd waren voor audioapparatuur H.H. Scott Incorporated, Fisher Electronics, onderdeel van het Japanse Sanyo, Eiko en de Southwest Technical Products Corporation. Tegenwoordig is er al een poos een einde aan de tijd van elektronica bouwkits gekomen. De reden is gelegen in de veel grotere integratie van elektronica, gepaardgaand met steeds kleinere onderdelen die voor een vergrijzende amateurpopulatie extra lastig te gebruiken zijn. Verder vindt het assembleren van apparatuur tegenwoordig vooral door machines en robots plaats, wat relatief goedkoop is. Dus de assemblageslag uit de productie weglaten betekent tegenwoordig daardoor ook geen substantiële besparing meer. Deze aflevering gaat nu weer verder over de historie van het bedrijf Heathkit zelf, of eigenlijk werd het Heath genoemd, hè? De pakketten waren Heathkit. Howard Anthony, die de koers van het bedrijf in de richting van de elektronica en de kits bracht, komt in 1954 te overlijden. Heath werd daarop aangekocht door Daystrom Company, een holdingbedrijf dat ook diverse andere elektronica bedrijven in bezit had. Daystrom werd vervolgens in 1962 opgenomen in het toeleveringsbedrijf voor de olieindustrie Schlumberger Limited, een enorm bedrijf dat nog steeds bestaat. Schlumberger staat 287 op de Fortune 500 lijst en heeft tegenwoordig zo'n 100.000 werknemers. Opmerkelijk is dat dit bedrijf, dat lange tijd eigenaar van Heathkit is geweest, niet in de VS gevestigd is. Schlumberger werd in 1926 in Frankrijk opgericht. Het bedrijf is echter een Nederlandse naamloze vennootschap, ingeschreven in Willemstad op Curaçao. Schlumberger heeft hoofdkantoren in Den Haag, Londen, Parijs en Houston. De jaren dat Heathkit in bezit was van Daystrom en Schlumberger waren de meest succesvolle van het bedrijf. Het was ook een periode dat er grote veranderingen waren op de consumentenmarkt. Belangrijke vernieuwende producten van Heathkit in die jaren waren de AA100 geïntegreerde versterker uit 1960, een betaalbare high-end audioversterker die zijn tijd ver vooruit was.
Een andere grote hit was de AJ1510, een FM-tuner met in de jaren 70 al een digitale synthesizer. Verder was de GC1005, een digitale klok in die periode waarin ook de eerste rekenmachines opkwamen, een groot succes. Ook dit waren kwaliteitsproducten die hun tijd zo ver vooruit waren dat geen enkel ander bedrijf ze in die tijd bracht. Tot zover deel 22. Ik ben overigens nog op zoek naar ideeën over zaken die ik in de serie kan gebruiken. De komende weken heb ik zeker nog genoeg stof door de bedrijven te beschrijven die amateurapparatuur verkopen of verkocht hebben. Die bedrijven zijn vaak bijzonder en ook erg interessant om te beschrijven. Naar de fabrikanten wil ik eens gaan duiken in de uitvindingen waarvan geclaimd wordt dat ze door zendamateurs of vanuit de amateurwereld zijn gedaan. Omroepuitzendingen worden door meerdere mensen beschouwd als een amateuruitvinding en ook amplitudemodulatie. En de mobiele telefoon die worden ook als uitvinding door amateurs genoemd. Ten slotte nog een mededeling over de copyrights. Ik heb geen problemen met een eventueel hergebruik van deze serie. Ik wil wel graag dat er in dat geval een bronvermelding bij wordt gedaan, bijvoorbeeld naar de Daily Minutes of naar de website daarvan. Verder mag de serie alleen ongewijzigd worden gebruikt. Om die laatste reden geldt er een copyright met ingangsdatum dit jaar onder de naam van de Daily Minutes. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.